Goedemiddag dames en heren. Leuk dat jullie weer kijken. En ik heb de smaak goed te pakken, kunnen we wel zeggen. Ik ben van plan om gewoon weer heel verder te gaan met Halo 3. En ik zat te kijken, wat moet ik gaan spelen? Tannenberg zit eraan te komen, voor degene die niet weet wat het is. Tannenberg is de eerste wereldoorlog multiplayer shooter van Nederlandse makelij. En die komt er, als het goed is, zo snel mogelijk aan. En die kunnen we dan ook gaan spelen. Gaan we gewoon online checken. Ik heb een extra key aangevraagd, dus dan kan eventueel een kijker meedoen. Mocht je dat willen, laat het vooral heel even weten. En de rest is mij eigenlijk niks anders dan gewoon terug in Halo 3 te duiken. Ik heb even als een test, ik doe dit vooral als een test, deze video in 16:9 opgenomen. Ik game in 21:9, ultrawide zoals jullie misschien wel weten. Zo heb ik ook de vorige Halo playthrough geüpload. Maar ik merk gewoon, de kwaliteit is niet zo heel erg nice op Twitch. Zeker wanneer je het op 1080p bekijkt. En het processen duurt zo verschrikkelijk lang. Dat is echt niet normaal. Hij is gewoon de hele dag is hij de video aan het uploaden. Dus als ik in de ochtend een video upload, laten we zeggen om 8 uur 's ochtends, dan is hij om 4 uur 's middags nog steeds niet klaar. En ik probeer heel even te onderzoeken waar dat nou aan ligt. En dat zou misschien te maken kunnen hebben met het afwijkende beeldformaat van 3440 bij 1440. Nou, dan gaan we nu gewoon naar een standaard 16:9 beeldformaat. Dan gaan we kijken of dat beter is. Maar genoeg gelul over dat. En laten we gewoon in de game gaan duiken. We gaan gewoon verder waar we zijn gebleven. En dat is de tweede missie van Halo 3 dus. Sorry for the tight squeeze. Tell the commander her ace is in the hole. Hey, check it out. No way. A Spartan? For real? You better not be. No, man, he's here. We're gonna be Where all did right. you find him? Napping, out back. I'll bet. It's good to see you, Chief. Likewise, ma'am. Let's get you up to speed. The Prophet of Truth's ships breached the lunar perimeter, smashed what was left of the home fleet. Terrestrial casualties from the subsequent bombardment were extreme. Truth could have landed anywhere, but he committed all his forces here, East Africa, the ruins of New Mombasa. Then they started digging. What about Halo? We stopped it, but only temporarily. Now the Prophet of Truth is looking for something called the Ark, where he'll be able to fire all the Halo rings. If he succeeds, humanity, the Covenant, every sentient being in the galaxy. The rings will kill us all. Ma'am, yep. I have Lord Hood. Patch him through. Good news, Commander Keyes. Good as it gets, sir. So I see. Ik vond altijd die player model er zo raar uitzien van hem. Glad to hear it. Commander's come up with a good plan. Volgens mij is het Ron Perlman. Truth's ships are clustered above the excavation site, and his infantry has deployed anti-aircraft batteries around the perimeter. But if we neutralize one of the batteries, punch a hole in Truth's defenses. I'll initiate a low-level strike. Hit him right where it hurts. I only have a handful of ships, Master Chief. It's a big risk. But I'm confident. Ooh. Not again. Emergency generators, now! Shielding failed. They're down and charging. As soon as they're up, re-establish contact with Lord Hood. Let him know. All of you, vermin. Cowering in the dirt, thinking, what, I wonder, that you might escape the coming fire? No, your world will burn until its surface is but glass, and not even your demon will live to creep, blackened from its hole to mar the reflection of our passage, the culmination of our journey. For your destruction is the will of the gods. I am their instrument. We gaan het zien, houden. Just loves to run his mouth. Does he usually mention me? Give the order. We're closing shop. Ma'am? We're about to get hit. All personnel, the wounded. Code Alpha We're getting one. All of them out. Immediate evacuation. I have to carry him myself. Ma'am, squad leaders are requesting a rally point.
Where should they go? To war. Okay. Hier gaan we. De evacuatie gaat dus beginnen. Ik heb wel guns nodig, alsjeblieft jongens, dankjewel. Waar moeten we naartoe? Nou, ik dacht dat dat een gun was. Is beneden de armory of zo? Secure perimeter defenses. Come on, sir. I'll show you the way. Yes, hier zijn wapens. Nee, die wil ik niet hebben. Ja. Ja, dit is de setup waarvoor we gaan. Oh, hier komen straks die vliegende dingen. Die zijn echt heel vervelend. Volgens mij ga je straks hier weer backtracken. Hangar Sergeant. Agreed, Master Chief. Get there. Okay, here we go. Zit hier achter nog iets? Nee. Neutralize hostiles in the hangar. Wat gaan we doen? Chief? Good. This channel is secure. My fire teams are spread thin. We can't hold out forever. I need that hangar cleared for evac ASAP. On it. Is dat hem? Nee. Dit was de game waarbij je voor het eerst turrets eraf kon trekken. Dat was wel dope. Maakt hij wel erg langzaam natuurlijk. Maar die dingen deden echt massive damage. Je zult het zo wel gaan zien. Oh, je kan hier niet doorheen kruipen. Is hij iets vervelender dan jackals? Oh jazeker. Brutes. Eén ding wat Brutes in ieder geval niet hebben zijn rechargeable shields. Het geluid van deze assault rifle mist wat punch. Maar het voelt alsnog wel heerlijk hoor. Het is volgens mij niet die Halo waarbij je constant zonder ammo zit. Het was echt bij Halo 4 schrijnend. Dat was op een gegeven moment gewoon niet meer leuk om te spelen. We hebben achievement unlocked, zie ik. Dat komt volgens mij bij jullie niet in beeld omdat het een overlay is, maar 10.000 kills was het geloof ik. Ja, ik heb deze game natuurlijk al ongelooflijk vaak gespeeld. Op de Xbox 360. Later nog op de Xbox One. Via de Master Chief Collection. En nu weer op PC. Wat wel echt ver weg de beste versie is. Uh-oh. Ja. Daar gaan we. Ik stapte echt per ongeluk op een granaat of zo. Ik weet niet wat het precies was, maar het deed wel massive damage. Ik zie het niet eens gestikt worden. Hoe dan? Oké, laten we dat niet gaan doen. Ik vind het wel een beetje bullshit wat dat betreft, maar... ik zag nergens een granaat vliegen hoor. Ik kan het mis hebben, maar... laten we hier achter staan. Hier schuilen. Ja, daar zit geen turret meer. Ah, nee. Doe ik het weer. Weer shift ingedrukt. Ah, ik moet dat echt afleren. Nogmaals, shift is geen sprint in deze game. Er zit geen sprinting in Halo. Niet in de Halo van Bungie in elk geval. Ja, reach misschien. Maar dat was meer een perk dan een echte sprintknop. Uh-oh. Gelijk die Gunter eraf schieten, want die doet echt heel veel damage. Kijk, dat scheelt al een slok op een borrel. Maar ik ben benieuwd dus.
ik ga het nu uploaden in 16:9. Laat ook even weten of je dat prefereert. Dus je ziet alle user interface onderdelen die zijn gewoon geskilled op 16:9. Dus die vallen ook gewoon goed in het vlak. Niet alle games doen dat. Kijken hoor. Naar die Pelican of zo. Het is niet heel duidelijk wat je nu precies de hele tijd moet doen. Nou ja. Komt wel goed. Ja, ja, ja. Ik ben al onderweg. Kunnen we hier op springen? Ja, zeker. Get back to the op center. Oh, alleen zij moesten evacueren. Straks, als we naar buiten gaan, dat wordt echt zo'n toffe sequence. Zeker wanneer je straks in die soort van one-person vliegtuigen kan stappen. Ik ben heel even vergeten hoe ze heten, maar ze zijn wel tof wat dat betreft. Jij nu gewoon hier verder, dacht ik. Oh, ik hoor ze al. Die zijn echt vervelend. Oh, we moeten gewoon helemaal terug naar de basis. Oké. Okay. Dat kan. Is geen probleem. De laatste dagen heel veel nieuws over Halo Infinite natuurlijk. Er zijn nu geruchten. Nou, althans, dat was al een beetje semi-bevestigd. Dat het natuurlijk een open wereld gaat worden. En hij gaat gewoon ook weer een single player campaign krijgen. Daar hebben we al iets van gezien tijdens die Xbox Game Showcase presentatie. Alleen moet echt een platform gaan worden, zegt ze. En waar moet je dan aan denken bij platform? Zie het als een Sea of Thieves. Toen die uitkwam op de Xbox One, was die game verre vanaf natuurlijk. En werd hij gewoon continu ondersteund als een live service game. En met nieuwe content. En dat gaat Halo Infinite dus ook doen. Gaat er daarmee een soort Destiny kant op? Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar dan lijkt het toch wel een beetje op. Ik zou dat best jammer vinden. Ik bedoel, Destiny hebben we al. En Halo staat voor mij gewoon synoniem aan hele dikke multiplayer. En een gruwelijke singleplayer campaign. En dat is genoeg. Meer hoeft het ook niet voor mij te zijn. Een paar toffe spin-off games zoals de Halo War series. Helemaal dikke prima toch? Dan blijf gewoon stil op de muur zitten dan. Oké, okay, we got hem. Nu hebben we ze. Kijk, nou gaat de deur ook pas open. Gift with purchase. If I try to hook up a timer, it might go off all by itself. Johnson. You might want to put that out. Here's the bomb. Have a look. A little going away gift for the Covenant. We've linked it to smaller charges throughout the base. Johnson, as soon as the evacuation is complete, start the timer. Understood. Good luck, everyone. See you on the last Pelican out. Hier krijgen we meteen een soort van boss fight, toch? Of niet? Of is dat later pas? Nou, kom op, Johnson. Loop eens een beetje door. Brutes have taken the barracks. Marines are trapped inside. Those apes ain't much for mercy, chief. We both know what they do to prisoners. Ja, laten we een shotgun pakken. Get to the barracks. Save those men. Then escort them to the landing pad for evac. Will do. Oh, dit gedeelte, ja. Die Benhammer, die moet echt zo snel mogelijk dood. Want die heeft me vaker wel te gaas genomen. Ik heb er één granaat gegooid, dat zag je misschien niet, omdat we verblind werden. Ja, het zijn er wel veel. Kijk, dat is wel vervelend. Het voelt alsof je
telkens speldenprikjes uitdeelt bij die brood. En dat je zo... Oh mijn god. Speldenprikjes. Dus we moeten ze een beetje jumpen. Twee shots zijn genoeg. Als je maar dichtbij, bent. Kijk, het zijn er gewoon veel hoor. Oké, we zien helemaal niks. Ja, dan gaan we weer. Ga achter dekking. En we hebben nog steeds geen andere bullets. Ah, hoe? Ja. Ik zei het toch, die Banhammer gast moet meteen kapot. Maar 23.000 headshots was niet voldoende. Nou, kom, doe de deur open. Nou, dan gaan we weer. Dat waren 3 headshots al. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maakt geen reet uit. Hij staat nog steeds daarachter. Staat nog steeds daar te chillen. Nu is hij dood. En dat kostte 1. Niet 1 magazine. Al mijn bullets. Waarom zijn zij niet affected door die solar flare? Dit was echt een tegenstuk, inderdaad. Drie shots, dat is gewoon te veel. Het is te veel. Oké, dat was er eentje. Dat was oké. Shotgun to the face, maakt niet uit. Oké, die hebben we. Strafe, strafe, strafe. From side to side. Die had ik niet gezien. Nee, ik gooi weer die fucking... Het zit dus al ingebakken. Weg proberen te rennen met shift. Mijn god. Oh! Daar was er nog eentje. Kijk, deze nemen we mee. Ik zei, je kan die turrets dus hier oppakken. En meenemen naar het volgende onderdeel. Ik weet niet of het nou door deze deur moest of daar aan de zijkant ergens. Daar komen we snel genoeg achter. Hier. Het gaat wel erg langzaam zo, maar... Cool dat ze je de hele tijd naar een verkeerde deur eerst leiden. Nou, loop eens door. Dat was eentje. Meestal zijn er meer. Hele vervelende krengen dit. Ben ik niet down mee. Je weet dat ze je zo gaan omsingelen. Kijk hier, dat bedoel ik. Dat was er al eentje. Kijk, de arbeider probeert ze nog om te praten. Hij heeft geen zin, man. Hij heeft geen zin, ouwe. Dat kunnen die broods dus ook in Halo Infinite. Je zag hem hier een marine yeeten. Maar dat kunnen ze dus ook in Halo Infinite met grunts. Je zag er misschien al eentje vliegen in de trailer. Daar vliegt in één keer een grunt met 2 granaten op je af. Die wordt dus gegooid door een brute. Wel een toffe mechanic, als je mij vraagt. Oké, de turret is bijna leeg. Oké. Oké, we hebben hier weer een nieuw bullet.
Via zijkanten, via zijkanten. Nee! 4 shots. Dat is echt niet goed genoeg. Niet goed genoeg. Ja. Oh, 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 nee. Oh, ik gooi de ongelukkige granaat in de muur. Oh, I suck. En nu heb ik geen granaat meer. Huh? Ik heb wel granaat. Waarom gooit hij de granaat niet dan? There it is. Die turretgast moeten we ook meteen afknallen. Kijk, dat is 1. Pakken deze turret. Ja, dan zijn ze wel in één keer bang, hè? I got the power now. Herinneren. Ik weet niet of dat zo is, maar in mijn gedachte is dat wel zo. Dat Halo 3 tijdens release niet zulke hoge cijfers kreeg als Halo 1 en 2. Maar kan ernaast zitten. Gek genoeg was het voor mij ook pas bij mijn tweede playthrough dat ik echt door had hoe vet deze campaign wel niet is. Dus heb ik ook best wel wat dingetjes met de Halo 4 campaign. Oh man, ik had ze eerst allemaal op de lift moeten laten, hè. Sorry. Hier, deze man bevindt zich op glad ijs. Arbiter is er in ieder geval. Hier moeten we heel veel bloed gaan omleggen. Dat weet ik nog wel. Oké. Ja, wat gaan we doen? Gaan we switchen naar shotgun? Oh ja, zeker. They fly now? They fly now. Zou deze guy hier te chillen? Much AI, much AI. Oké, hier even wat bullets pakken. Ik heb dit ooit een keertje op Legendary geprobeerd. Dat was echt niet te doen. Legendary moet je ook gewoon met anderen spelen. Tenminste, ik. Ik moet dat met anderen spelen. Anders ben ik veel te lang bezig met een level. Maar dan speel ik het ook niet zoals ik het wil spelen. Ik wil John Rambo spelen, want je speelt met een Spartan. En je moet dan zo gecalculeerd spelen. Het voelt niet als Halo dan. Maar het is wel een grote uitdaging. Komen er nog meer? Oh, daar. Blies hij naar zichzelf op? Ja, hè? Roots. Was er niemand die dat bij hem deed? Disarm de bom. Sorry, commander, there were too many. Even for me. Chief, get back to the op center. Kill those brutes. Rearm the bom. I've got to get these men out of here. Okay, is there a shortcut? Good luck. You will be the protectors of Earth and all her colonies. Good to know. Ja, dit moet wel een shortcut zijn, hè? Okay, deze nemen we mee. Don't mind if I do. Zitten we deze even leeg voordat we die andere pakken? Hoef ook niet stingy te zijn. Tenzij er daar nog eentje staat. En er staat er daar nog eentje. Sterker nog, er staan er 2. Oké. Dat zijn hele vreemde jackals. Laat je niet overrompelen door de grunts. Oh, oh, wow, wow. Want ze zien er misschien cute uit.
Maar ze kunnen je zeker overrompelen. En grenade spammen als een malle. Hé, hey, nee, nee, dat wil ik helemaal niet. Geef me mijn battle rifle terug! Deze wilde ik. Oké, nu is de game gewoon aan het ouwe hoeren met me. Head through the motor pool to get to the op center. Already on it. Ik dacht dat we dan hier inderdaad een soort van boss fight hadden, maar. Het gaat om die rocket launcher, want die moet echt meteen kapot. Want als hij je daar één keer mee weet te raken, wij gelijk didden. We did a good job. We did a good job, zeker weten. Stay down. That did it, Chief. Bombs armed. We got your exit. A service elevator in the hangar. Head downstairs, cut through the caves. Downstairs, cut through the caves. Ah, doe ik weer. Shift. Hier wil ik sowieso even heen. Voor wapens. Nee, voor deze. Nee, je hoeft ze eigenlijk helemaal niet allemaal te killen, dacht ik, maar even nog wat meer bullets halen, want ze zijn alweer bijna op. Net nog 108, nu 33. Ja, daar zijn we weer. Ja, I know. Moeten jullie niet zo stingy zijn met ammo? Ik haat dat wanneer Rambo games dat doen. Halo is een Rambo game. Daar wil je niet zonder ammo zitten. Wie bedenkt dat? Stel je voor dat je in Doom de hele tijd geen ammo hebt. Werkt toch niet? En Halo 4 is dat het allerergste. Dat verpest bijna die hele game. Zeker omdat de helft van de wapens daar gewoon trash zijn. Waar je echt niks aan hebt. Wow. Ik heb geen idee nu. Ik heb nu echt geen idee. Ja, lijkt er wel op. Cortana flashbacks. I miss my baby. Shield staat er nog van vorige keer. Ik kan er maar net overheen. That's enough. Waar zit die service elevator daar? Deze game wordt pas echt goed als we straks naar buiten gaan. Dan wordt hij echt insane. Hij stond erbij en ik keek ernaar.
On my way. This place will become your home. Dat was een atoombom? Was het een atoombom? Of was het gewoon een bom? Ik vind het wel meevallen hoor. This place will become your tomb. Ik denk dat dit het was. Ja, dit was hem. Dit was de tweede missie, jongens. En ik zie nu dat het Tsavo Highway eraan zit te komen. Dat is echt een hele vet, echt een hele vette missie. Maar die gaan we nu niet spelen. Die gaan we de volgende keer spelen. Ik zal die ook gewoon weer netjes opnemen. We nemen ze gewoon per episode op, per missie. En daar gaan we gewoon knallen. Dus deze heb je nog voor mij te goed. Ik moet wel zeggen, de tweede missie van Halo... viel een beetje tegen... Er zit natuurlijk wat exposition in om gewoon je voor te bereiden op de battle die gaande is. En zodat je ook weet wat er op dit moment speelt. Maar ik vond hem een beetje saai. Ik weet niet wat jullie ervan vonden. De echt goede missies die zitten er nog aan te komen. Dit is er daar één van. Die ga je dus de volgende keer zien. En laat vooral onder in de comments weten of je meer Halo content wil zien. Want we hebben nog Halo Wars 1, we hebben Halo Wars 2. Halo 4 komt natuurlijk straks naar de PC. Halo 5 komt uiteindelijk naar de PC. Mij lijkt het in elk geval heel erg leuk om meer Halo content te maken. We kunnen natuurlijk ook een keertje gewoon hebben over Halo Infinite. Ik heb iets minder vertrouwen in hoe meer ik ervan zie. Maar ik wil niet vooruit... ik wil niet te snel oordelen. Laten we daarop houden. Ik hou een slag om de arm. Ik hoop dat het allemaal goed komt. Want om heel eerlijk te zijn, Halo ligt me dicht bij het hart. En het zou zonde zijn als op deze manier de franchise een vroege stille dood sterft. Dit was dus de tweede episode van de Halo 3 op PC playthrough. Laat weten wat je ervan vond. En dan checken we elkaar de volgende keer weer. Later jongens. Hele fijne dag. Oh, laat het even weten. Dit soort content of meer ultra-wide content? Laat het weten. Later, hele fijne middag. Ciao.